en welkom bij Beauty Gloss. Zoals jullie weten ben ik helemaal gek op alle beautyproducten die ook maar een beetje met jelly te maken hebben. Jelly oogmaskers, jelly lipmaskers, jelly, alles. I love jelly. En vooral jelly oogmaskers zijn mijn favoriet. Dat zijn echt de beste producten voor onder de ogen, van die jelly pads. Ik ben er helemaal weg van. En ineens dacht ik, wat nou als je dat zelf kan maken? Op zich zou het logischerwijs moeten kunnen. Want ja, jelly producten zijn in principe op basis van gelatine of agar-agar. En dat moet toch te doen zijn? Dus ben ik een beetje gaan experimenteren in de keuken met agar-agar en groene thee. En wat is er uitgekomen? Jelly oogpads. Gewoon zelf te maken in je eigen keuken. Ik hoop dat jullie mijn DIY leuk vinden en veel plezier. Alright, dit is wat je allemaal nodig hebt. Ten eerste agar-agar poeder. Je kan ook gelatine gebruiken. Het enige verschil is dat dit vegan is en dat ander niet. Weet je, het maakt ook niet uit. Toevallig had ik dit in huis. En dit kan je gewoon kopen bij de toko. Dan heb je nodig iets van een groen theezakje. Ik heb hier een heel blik met theezakjes. En ik heb gewoon de meest basic groene thee gepakt die ik heb. En dit is het zakje. Het smaakt ook niet uit. Het kan ook gewoon van ieder merk zijn. Als maar groene thee is. Verder heb je nodig een glas waar je de thee in gaat maken. Dan een aantal lepels. Die gaan we gebruiken als een soort van vormen voor de oogpads. En een bord met een pollepel of iets van een houten stok. Ik gebruik hier zo'n spatelding, die leg ik erop. Want daar gaan we de lepel straks op leggen. Verder heb je nodig een maatbeker en kokend water. Dat kan je ook in een pannetje doen als je het fijn vindt. Ik gebruik gewoon echt een waterkoker. Goed, dit is wat we gaan doen. We gaan de waterkoker aanzetten op 100 graden. Normaal als je groene thee drinkt is het 80 graden, want dan is het niet zo bitter. Maar nee, we hebben echt 100 graden nodig, zodat het goede gelatine wordt straks. Met dat kokende water gaan we een kopje thee zetten. We voegen het water toe aan het zakje. Nou, ik vind dat wel fijn om altijd een beetje heen en weer te bewegen. Dan gaat het even wat sneller. En nou ja, we drinken het nu niet op. Het is nu puur, zodat er veel groene thee ontstaat. Dus heel veel heen en weer gaan. Even laten staan. En even uitknijpen. Maar niet te lang laten staan, want je wil nog steeds dat het gewoon 100 graden is. Of in ieder geval zo heet mogelijk. Dan nemen we de maatbeker en nemen we precies 200 milliliter. Ik heb ermee zitten spelen en dit is de exact goede hoeveelheid voor één heel zakje agar-agar. Deze dus. Ik gooi het volledige zakje erbij. Normaal gebruik je hier iets van een liter bij of zo. Wil je echt een pudding maken, maar dat gaan wij dus niet doen. We gaan nu echt specifiek die jelly pads maken. Ik mix ze door elkaar. En bij gelatine doe je eigenlijk precies hetzelfde. Het enige verschil is, agar-agar moet echt heel erg heet zijn. En het liefst zelfs nog doorkoken. Dus dat kan je eventueel doen als je dat fijn vindt. Dat je dit nog eventjes kookt in een pannetje. Maar ik giet het gewoon in de vormpjes. Goed, wij nemen het bord. En daar leg je de pollepel op. Of spatel of whatever. En daar leg je de lepels op deze manier op. En dat doe je zodat er zoveel mogelijk jelly in de lepel kan. Dus in de vorm. En zodat hij als het ware zo ligt dat hij perfect recht ligt. Kijk, bij deze is dat ietsje minder. Die wat kleinere lepels. Maar bij die grote kan je dat goed zien. Kijk, ik kan hem helemaal goed vullen. Nou, vul dit helemaal met de jelly vloeistof. Het komt er een beetje overheen. Nee, het is geen DIY van Beauty Gloss als het niet ergens gemorst wordt. En ik doe nog een klein beetje in deze twee kommetjes. Gewoon als een soort van extraatje om te kijken of ik ook mega pad kan maken. En dit ga je nu in de koelkast zetten. Bij agar-agar is het zo dat je het ook op kamertemperatuur kan laten staan. Maar wil je nou echt heel snel hard hebben, dan zet je het in de koelkast. En dan is het best wel snel klaar. En dit is het recept. We zijn een paar uur verder. Ik heb dit uit de koelkast gehaald. Je zou het ook op het aanrecht kunnen laten afkoelen. Maar ja, dit kan ook wat jij wil. Je kan het ook in de koelkast bewaren, zodat het lekker koel is. En laten we het nu eventjes gaan uitproberen. Hier de jelly in de lepel. Hoppakee. Zo ziet hij eruit. Als je hem eruit haalt. Hoe perfect. Wauw. Ik moet hem even een beetje lospeuteren. Maar daar is die. Ik heb ook nog deze. Is wat dikker. Mega.
Mega Jelly Patch. Hoho. Ik heb hier een van de Jelly Patches. En ik ga hem nu even onder mijn ogen aanbrengen. Ik denk niet dat hij... Nou. Hij blijft gewoon plakken hoor. Een beetje aandrukt. Weet je wat het is? Als je een soort van jelly-achtig ingrediënt gebruikt, dat zuigt vocht in. En ik heb nu best wel weinig vocht gebruikt, waardoor de jelly, net als met die nose pads, dat dat toch wel een soort van blijft plakken. De vorm is niet prachtig, maar hey, we doen een DIY-stijl. Ik vind ze heel erg groot. Wat nou? Als ik er eentje door midden breek. Dat is misschien nog wel een goed idee. Oké, als je wil dat ze beter blijven zitten, dan zou ik ze door midden hakken. Ik doe dat nu heel even gewoon met de lepel. Dus dan heb je dit. Heb je een soort van halve maantjes. Maar het meest ideale is dus als je echt die vorm hebt waar je het in kan gieten. Zo. En je zou deze bijvoorbeeld ook door midden kunnen knippen. Dan heb je ook van die halve maantjes. Zo, en dan laat ik dit even erop zitten. Het voelt nu al echt super verfrissend. Echt heel lekker. En ik kan deze eventueel letterlijk overal op mijn gezicht plakken. Mega jelly patch. I like deze DIY. Terwijl dit erop zit, ik zit te denken, ik heb meer ideeën wat je hiermee zou kunnen doen. Want dit werkt nu verkoelend. Maar misschien moet ik daar een beetje mee experimenteren. Als jullie dat leuk zouden vinden, laat het even weten. Want dan kan ik ook specifieke jelly masks gaan maken. En ik wil de kunst perfectioneren van de perfecte vorm hiervan maken. Goed, de jelly iPad zit er een paar minuten op. Ik ga ze even afhalen. Het voelt echt heel, heel, heel erg verfrissend aan. Heel lekker. Nice. Je kan het zo gewoon van je huid afhalen. Er blijft wel iets zitten, maar dat rol ik er zo af. Super fresh. Ik hoop dat jullie mijn DIY een beetje leuk vonden. Doe een duimpje omhoog als je een ander jelly pad recept zou willen. Ik wil ermee aan de slag, maar ik weet niet of jullie dat leuk vinden. Lijkt mij leuk om echt mijn eigen versies te gaan maken. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie snel weer. Doei doei!